het wordt close call. Het wordt echt dat ze echt tiende worden of net elfde. Je moet gewoon een artiest neerzetten die ervaren is, die met de druk kan omgaan. En die zijn er genoeg. Als we dan niet de finale halen met Mia en Dion, dan moeten we eigenlijk gewoon op Slovenië gaan stemmen. We verzinnen het wel voor wie we juichen, maar als er maar Nederlands bloed bij zit. 12 points go to. Je kijkt naar 12 points go to en je ziet het al. We gaan het hebben over Nederland. Yes! Ja, is er wel een reden om blij te zijn? Huh? Dat vraag ik me wel af. Nou ja, jij doelt natuurlijk op die niet helemaal zuivere optredens op de pre-parties. Ja, maar ja, in de kern, ik wil je beginnen, in de kern vind ik het een goed nummer, toch? Zeker, echt wel, ja. Ja, ja, maar ja, het is gewoon natuurlijk niet hoe het hoort te zijn. Toen het liedje uitkwam, vond ik het wel een goed liedje. Maar toen eenmaal die pre-parties kwamen en de live performances, dacht ik echt van, wat hebben wij nu weer gestuurd? Ja, het klinkt nog niet best. Nee. Het klinkt nog niet best. Ik denk dat er zeker heel veel winst te behalen is op het gebied van zang. Maar ze moeten gewoon even dit eigenlijk gaan vergeten. Al is dat moeilijk, want het is best wel een groot ding geweest. Maar het is natuurlijk ook best wel lastig als je zo bekritiseerd wordt en je moet vervolgens weer op het podium gaan staan om dat dan goed te doen. Dus die druk moet ze gewoon even lekker van hun schouders afgooien. Ja. Het is ook gewoon, ja, de media zet het zo neer van, ze moeten weg, het is niet goed genoeg. Ze mogen niet meer meedoen, terwijl, allee, het is niet, de optredens die nu zijn geweest, niemand weet dat behalve de fans. Het is niet als daarop beoordeeld worden, hè. Dus, nee, en ja. Het is straks natuurlijk ook heel anders. Want kijk, we zien ze nu met z'n tweeën op een podium staan in een AFAS Live. Die setting is natuurlijk straks totaal anders. En helemaal, kijk, het Songfestival tijd doet met name gewoon, weet je, ze kijken meer mensen op tv dan dat er daar in die zaal zitten. Dus de act straks, de staging, kan natuurlijk heel veel doen aan zo'n nummer. En tuurlijk moet het dan alsnog zuiver zijn. Ja. Maar op het moment, ik zie het echt al voor me, het zal veel donker worden. Kijk, Mia begint pas na een minuut met zingen. Die zie je de eerste minuut niet in beeld straks. Nee. Het is alleen Dion. Closures, donker, veel rook denk ik. Aan het einde wat ledlichten. En ik denk dat je dan voelt het ook al meteen heel anders. Zeker, ja. Ik ben niet bij de pre-parties geweest, maar ik heb wel de filmpjes en dingetjes gehoord op het nieuws. Echt, als er gelijk iets negatiefs over Nederland gebeurt, dan gaan ze er gelijk volop in. Dat je denkt van, ja, moet dat nou? Maar weet je, we zitten nu zo kort op het Songfestival. Ja, dat is ook om, waar. Om dan nu de technieken nog een keer te gaan verbeteren. Ja, ja, er is echt te weinig tijd voor. Je moet gewoon een artiest neerzetten die ervaren is, die met de druk kan omgaan. En die zijn er genoeg. Maar we willen sturen nu twee artiesten. Onervaren. En ik ben van mening, zij kunnen er niks aan doen. Ze zijn door de Afrotros gekozen om te gaan. En wie zegt er nou nee tegen om te gaan voor Nederland? Dus, ja. Maar ja, ze hadden gewoon iets meer ervaring moeten sturen. Duncan won het Songfestival in 2019. Met de begeleiding van een Ilse de Lange, die daar best heel ervaren voor is en best wel heel veel ervaring in het vak al heeft. Ik denk niet dat Duncan zelf die beste persoon is om Mia en Dion helemaal naar het grote podium te begeleiden, omdat hij zelf gewoon nog niet dusdanig veel ervaring heeft. Hij heeft gewoon andere dingen te doen en niet de prioriteit op het Songfestival, terwijl hij dat eigenlijk had moeten doen. Hij heeft die ervaring, hij heeft gewonnen. Dus dan moet hij ze ook gewoon zo goed mogelijk kunnen begeleiden wat Ilse voor hem heeft gedaan in 2019. Laten we nou maar kijken hoe het gaat. En we hopen gewoon het beste op. En volgend jaar gaan we nog een keertje. Ja. Ja. Maar denk je finale? Nee, ik denk niet finale, nee. Die hoop heb ik nog wel, hè? Het wordt close call. Het wordt echt dat ze echt tiende worden. Of net elfde. Dat ze echt net op het randje zitten. Want ik heb dan gekeken dan naar de odds. Ja, dat zegt natuurlijk niet heel veel. Maar daar stonden ze op het punt van niet kwalificeren. Dus ja. Ik hou altijd hoop. Maar er is een kans dat ze het niet halen. Ga jij ons als Vlamingen nu uit onze droom helpen? Of denk jij wel... Ja, ik weet het ook niet zo goed. Ik heb al voor mezelf eens nagedacht, wie denk ik nu dat de finale gaat halen? En ik heb er zo 7-8 waarvan ik vrij zeker ben. En dan zo een stuk of 4 waar ik van denk, misschien. En daar zit Nederland ook wel bij. Oh. Maar wat ik wel jammer vind, want het is de eerste keer sinds 2008 dat Nederland nog eens in mijn top 10 staat. Dus ik zou het wel echt jammer vinden, moesten ze afvallen. Maar ja, er hangt gewoon heel veel af van hoe ze het gaan neerzetten, hoe gaat live zijn, hoe gaat ook een beetje van de concurrentie, zoals altijd. Maar... Ja.
ja, het wordt moeilijk. Het wordt een randgevalletje, denk ik. Nou ja. We wapperen nog even. Ja, laten we die hoop nog maar houden. Ja, toch? Hoop moet je altijd hebben. Zeker. Ja. Wouter Hardy doet dit jaar weer mee. Hij werkt niet mee aan een nummer voor Nederland dit keer, zoals met Arcade en Duncan. Maar hij heeft meegeschreven aan Bridges van Estland. Ja, mooi nummer. En je ziet ook meteen de hand van Wouter in dit nummer, hè? Het is echt bijna een kopie, maar dan net even anders. Ik hoor bij het lied van Mia en Dion niet echt per se Duncan. Ja, hier hoor je Duncan. Hier hoor je echt Duncan. Echt met die piano erbij. Echt gewoon dat je denkt van ja, typisch een Duncan liedje. Ja, dus eigenlijk is er geen niet iets als een Duncan liedje. Want Arcade is geen Duncan liedje. Het is gewoon een Wouter Hardy liedje. Ja. Dat doet Wouter nu weer. In die clip van haar zwemt ze ook in een zwembad. Net als dat Duncan deed in de Arcade. Ja, dat is... Dus het is ook nog eens een echte Wouter Hardy videoclip. Ja, het is een en al. Het is gewoon te bizar voor woorden dat je zegt... Ja. Alles wat bij Duncan is gebeurd, gebeurt nu ook bij haar. Ja, maar gaat ze dan ook winnen? Zij gaat niet winnen. Nee, denk ik ook niet. Maar ik vind het wel een goed nummer. Het is een goed nummer, maar... Daar is alles mee gezegd. Ja. Winnen denk ik niet. Maar ik denk wel dat het hoog eindigt. Ja. Ja. Dat ja. wel. En ze heeft een hele mooie stem, een hele krachtige stem. Dus dat gaat zeker wel goed doen. Ja, ze kan zeker zingen. En misschien wel beter dan Duncan Lawrence. Toch? Wie weet. Of zeg ik nou wat geks? Ja. Moeten we live horen? Ja. Nou ja. En ze heeft al live gezongen, dus ze kan live echt wel goed zingen. Ja. Nou ja, deze gaat sowieso naar de finale. Ja. ja. En de bovenste 10 zie ik ook nog wel zitten. Nou ja, en leuk feitje, het is geschreven in Den Bosch. Dat weet ik dan weer, ja. Altijd leuk. Of zoals zij het zei, Den Bosch. Ja, Wouter Hardy staat natuurlijk zelf niet op het podium. Maar er staat nog wel iemand anders op het podium met Nederlandse roots. Namelijk de gitarist Chris van Joker Out, de instelling van Slovenië. Zijn moeder is Nederlands en zijn vrouw is ook Nederlands. Dus ja, als we dan niet de finale halen met Mia en Dion, dan moeten we eigenlijk gewoon op Slovenië gaan stemmen. Nou, zeker weten. Ik vind het een hartstikke topnummer. Tof nummer. Ja? Ja. Ja. Ik vind het, fantastisch. Dus eigenlijk kunnen we de vlaggetjes er weer bij pakken. En gaan wapperen voor Slovenië dan. Ja, als Nederland de finale niet haalt, dan zou ik zeker voor Slovenië dan mijn vlaggetje gaan wapperen. Ik vind het een heel leuk nummer. Het is dansbaar. Nou, zeker. Ja, dat is... Heel dansbaar. Ja, vrolijk nummer. Ik vind het ook wel een leuk nummer. Ik moet nog wel zien hoe dit gaat ontwikkelen in de week zelf. Of het de finale haalt. Is voor mij een twijfelgeval. Ook afhankelijk van de act die er omheen komt staan. Ja, nou echt. Ja. Ja, precies. Maar de act wordt denk ik niet heel erg anders dan een paar losse mensen die zogenaamd gitaar aan het spelen zijn. Ja, maar ik kan ook qua visuals nog denken, wat zou je daar dan kunnen... Ja, dan hoop ik dat daar wat spannends mee gebeurt. Anders moet ik het nog maar zien wat er gebeurt. Gaan we juichen voor Joker Out, omdat een Nederlands tintje heeft? Nou ja, Nederland zit erin, dus dan pak ik de vlag er maar bij. Niet ondersteboven. Maar natuurlijk juichen we ervoor. Als Mia en Dion niet de finale halen, dan moeten we toch wat aanmoedigen. En dan hopen we dat Joker Out doorgaat. Of dansen van... Estland mag ook. Estland, met Wouter Hardy. We verzinnen het wel voor wie we juichen. Maar als er maar Nederlands bloed bij zit... Dit was 12 Points Koto voor deze keer. Laat ons zeker weten hoe ver jij denkt dat Mia en Dion gaan komen. Nou ja, we hopen natuurlijk ver, maar kijk zeker de volgende keer weer. Tot dan! Songfestivalupdate.nl